De kermis is een eeuwenoud fenomeen dat in veel landen over de hele wereld wordt gevierd. Het is een evenement dat zowel jong als oud aanspreekt en waarbij men zich kan vermaken met attracties, spellen en lekkernijen. De geschiedenis van de kermis gaat terug tot de middeleeuwen, toen er regelmatig jaarmarkten werden gehouden. Tijdens deze jaarmarkten verkochten handelaren hun waren en konden de mensen zich vermaken met optredens van straatartiesten en muzikanten. In de loop van de tijd ontwikkelde zich uit deze jaarmarkten de kermis, waarbij steeds meer attracties en spellen werden toegevoegd. In de 19e eeuw begon de kermis zich verder te ontwikkelen en werden er steeds meer spectaculaire attracties gebouwd. Er werden bijvoorbeeld reuzenraden en achtbanen gebouwd die tot op de dag van vandaag nog steeds populair zijn. Ook werden er steeds meer spellen bedacht waarbij men prijzen kon winnen. Tegenwoordig is de kermis nog steeds een belangrijk evenement in veel landen over de hele wereld. Het is een plek waar mensen zich kunnen vermaken en even kunnen ontsnappen aan de dagelijkse routine. Vooral kinderen kijken vaak al weken of zelfs maanden uit naar de komst van de kermis. Een belangrijk onderdeel van de kermis zijn de attracties. Er zijn veel verschillende soorten attracties, van rustige carousels tot spectaculaire achtbanen. Voor de jongere kinderen zijn er vaak attracties als de draaimolen, het spookhuis en de botsauto's. Voor de oudere kinderen en volwassenen zijn er attracties als de achtbaan, de bungee jump en de slingshot. Er zijn ook attracties waarbij men met een groep in een grote schommel zit, of waarbij men in een soort reuzenrad zit dat over de kop gaat. Naast de attracties zijn er ook veel spellen te vinden op de kermis. Men kan bijvoorbeeld schieten op doelen, blikjes omvergooien of een bal gooien in een basket. Bij het winnen van een spel kan men vaak een prijs winnen, zoals een knuffel of een snoepzak. Het belang van de kermis zit hem vooral in het feit dat het een plek is waar mensen zich kunnen vermaken en even kunnen ontsnappen aan de dagelijkse routine. Het is een plek waar jong en oud samen kunnen komen en waar men nieuwe ervaringen op kan doen. Bovendien is de kermis ook belangrijk voor de lokale economie, omdat het veel bezoekers trekt die geld uitgeven aan attracties, spellen en lekkernijen. In conclusie is de kermis een belangrijk evenement dat al eeuwenlang bestaat en nog steeds populair is bij jong en oud. Het is een plek waar men zich kan vermaken met attracties, spellen en lekkernijen.